De Centrale Bank van Suriname voert vanaf vandaag een actief monetair beleid. Met de invoering van openmarktoperaties is nu het tijdperk van actieve monetaire politiek ingeluid. Zo staat in een vandaag uitgegeven persbericht van de moederbank. Per vandaag zijn de nieuwe faciliteiten aan de algemene banken aangeboden, op grond waarvan zij in de gelegenheid worden gesteld om korte termijn beleggingen, waaronder overnight deposito's bij de centrale bank te plegen, of om kort krediet bij de moederbank op te nemen. Het doel van de nieuwe beleidsvoering is om de liquiditeitenmassa effectief te kunnen beïnvloeden, opdat stabiliteit van het prijsspel kan worden verkregen en worden bestendigd. De beïnvloedende factor binnen dit geheel is de rentevoet. Spaar- en bestedingszin worden daardoor bepaald en volgens verwachtingen van de bank zal sparen en beleggen door het publiek al op heel korte termijn veel aantrekkelijker worden. De uitdaging op iets langere termijn ligt op het vinden van de rentevoet waarbij zowel sparen als investeren goed gedijen, opdat de doelstelling van economische groei kan worden verwezenlijkt.